vrijdagochtend. Oh, ja hoor. Veronica Inside. Moppetoppers. Ja, en de moppetopper van vandaag is Samantha Steenwijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je een beetje een ochtendmens eigenlijk? Ja. Nou, helemaal niet. Nee. Nee, jongen, ik heb een vreselijk ochtendhumeur. Dus ik heb de wekker 2 uur geleden gezet. Dus nu ben ik weer een beetje vrolijk. Ja, ben je er eentje die echt moet zitten? Dat je niet tegen je praten, even iedereen zijn kop houden? Ja, eerste kwartier. Oh. Ja, eerste kwartier. Want anders, ik ben bloedsuikerreinig. Oh. Ik kan er niet tegen. Ja, en de hele dag ben ik vrolijk, maar ja, ik weet het niet. Ik kan er niet tegen. Maar sta je normaal gesproken om 1:50 op of zo, 10:30? Ja, als ik normaal gesproken moet werken wel, maar ja, ik werk al 8 maanden niet. Hey, ook lekker. Mag ik zo meteen nog even wat uitproberen? Ik heb namelijk iets verzonnen. Ik wil het even testen met Samantha. Ik weet niet, sta je ervoor open? Het is niet eng, Samantha. Oh. Oh ja, dat ligt er maar dat ze gaan testen. Nee, ik vertrouw je niet zo hoor. Nee. Ik stel zo meteen een vraag en daar zijn 3 antwoorden op nodig. Op mogelijk. Ja. Dat is ja, nee of... Nou, dat zou wat zijn, hè? Ja? Okay. Dus de antwoorden zijn ja, nee. Dat zou het zijn. Ja. Nee, klopt het, Samantha, dat jij meedoet aan de Masked Singer? Dat zou wat zijn, hè? Oh... Ja. Wie denk jij dan dat ze is? Was dit de vraag? Maar ik denk dat ik heel heftig. Nee, oh, ja, dat dacht ik ook. Nee, wie denk jij dat ze is dan? Ja, nou, misschien moet ik even luisteren. We walk the line and try to see. Falling behind in what could be. Oh, bring me higher. Nee, man. Dit is veel te hoog voor Samantha. Nee, ik dacht... Ik dacht echt dat dit Samantha was. Nee, joh. Dat zie ik niet zo hoog, toch? Nou, dat is inderdaad wel heel erg hoog dit. Is het niet van Whitney Houston? Ja. Glennis Grace heeft er nog toen in die Kygo-mix toch... Ja. Oh. Maar ja, jij zat er direct aan te denken. Direct. Oh, okay. Ja, maar goed, dat zou zomaar kunnen. Maakt ook helemaal niks uit. Samantha, aan de andere kant, ja, het zou wel... Ja, je hebt toch niks te doen. Dat zou wat zijn.